Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je leren programmeren met Scratch. Je gaat onder andere animaties, games en handige apps programmeren. In dit project ga je het spelletje Pong programmeren. Maar wist je dat Pong de allereerste videogame ter wereld was? Het spel werd uitgebracht in 1972 en is gebaseerd op tafeltennis. Voor het programmeren van dit project heb je het projectbestand nodig. Je kunt het bestand downloaden door op de link hieronder te klikken. Zet nu deze video even op pauze en download het projectbestand. Als je dat gedaan hebt, druk je weer op play en gaan we weer verder. Tot zo! Ga nu in je browser naar scratch.mit.edu. En upload het projectbestand dat je zojuist hebt gedownload. In dit project codeer je een nieuwe multiplayer versie van het spel Pong. Zet eerst de paddles op de juiste plaats. Programmeer nu de eerste paddle, zodat deze met de toetsen Z en X bestuurd kan worden. Dan de andere paddle. Nu de toetsen K en M. De ene speler gebruikt dus Z en X en de andere speler gebruikt N en M. De meeste code zit in de bal. Eerst twee variabelen, scoren rood en scoren groen. Zet de scores op 0 bij de start van het spel. Om verschillende sequenties met elkaar te laten praten, kun je de zend-signaalblokken gebruiken. Het ene stukje code stuurt zo een signaal naar het andere stukje code en dat weet zo wanneer het uitgevoerd moet worden. Stuur signaal start. Dan, wanneer ik signaal start ontvang, ga naar het midden. En dan gebruik je de variabelen om te bepalen wie de bal krijgt. Als de score van rood meer is dan de score van groen, geef dan de bal aan groen. En anders krijgt rood de bal. Degene die nu achter staat, krijgt de bal. Dan een herhaalblok om de bal te laten bewegen.
In plaats van een conditie te laten plaatsvinden wanneer je een kleur raakt, kan het ook wanneer je een sprite raakt. Dus als ik de rode paddel raak, dan richt naar de andere kant. Om de game een beetje onvoorspelbaar te maken, laat ik de code willekeurig een hoek kiezen waarin de bal terugkaatst. Kies bijvoorbeeld 45 en 135. Voor de groene paddel hetzelfde. Kopiëren. Alleen, de kaatshoek moet natuurlijk precies de andere kant op gaan. Dus vul je voor beide getallen een min in. Dan nog de score. En wanneer je het doel raakt, verander de score van de tegenstander met 1. Wacht 1 seconde en stuur dan weer het signaal start. Spelen maar. Heb je nog zin om door te programmeren? Hieronder vind je nog 2 challenges om verder mee te programmeren in dit project. Lukt het jou ook om deze op te lossen? Maar je kunt ook verder lezen in deze boeken. Leen ze bijvoorbeeld bij jouw bibliotheek. Op skillsdojo.nl vind je nog veel meer leuke missies om te doen. Ga bijvoorbeeld een app ontwerpen, een website bouwen of de microbit programmeren. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.